Ongeveer 1 op de 20 Nederlandse volwassenen gokt wel eens. Wereldwijd gaan er jaarlijks biljoenen euro's om in de gokmarkt. En omdat online gokken in 2021 legaal is geworden, verwacht de kansspelautoriteit dat het wedden op sportwedstrijden blijft toenemen. En wanneer gegokt kan worden op sportwedstrijden en onderdelen daarvan, wordt het ook interessant om de wedstrijden te manipuleren. Oftewel, matchfixing. In deze video leg ik uit waarom het zo belangrijk is dat de aanpak van matchfixing prioriteit krijgt. Waarom het niet zo gemakkelijk is om matchfixing op te sporen, maar hoe we toch met elkaar kunnen zorgen voor een zo veilig mogelijke sport. Eerst kort de definitie. Er is sprake van matchfixing als het verloop of de uitslag van een sportwedstrijd door iemand, bijvoorbeeld een sporter, coach, scheidsrechter of clubeigenaar, op een oneigenlijke manier wordt beïnvloed om daar voordeel uit te halen. Voor zichzelf of voor anderen. Dat voordeel is bijna altijd financieel door winsten op de gokmarkt of extra inkomsten door een promotie of kwalificatie. Een fixer zal kijken welke wedstrijden het simpelst te manipuleren zijn en welke sporters het makkelijkst te benaderen. Daarbij kijkt de fixer naar zwaktes en daarom zijn binnen de legale gokmarkt sommige zaken niet toegestaan, zoals inzetten op wedstrijden in lagere divisies. Sporters in deze klasse zijn immers extra kwetsbaar voor matchfixing omdat er minder toezicht is en ze nu eenmaal minder inkomsten uit hun sport halen. Het is ook verboden om te wedden op negatieve gebeurtenissen zoals tijdstraffen of kaarten. Deze zijn namelijk veel eenvoudiger te beïnvloeden dan het verloop van een hele wedstrijd. Dit soort manipulatie wordt spotfixing genoemd. Binnen het illegale circuit is er geen sprake van regulatie. Zomaar een greep waarop gegokt kan worden, bewust een dubbele fout of bepaalde overtredingen maken, zoals een voetfout of hands. Er worden zelfs hele competities verzonnen om op te gokken. Matchfixing is schadelijk voor de sporter en voor de omgeving van de sporter. Een fixer houdt zich namelijk ook vaak bezig met andere criminele zaken. Een sporter kan te maken krijgen met chantage, omkoping, bedreiging of geweld en zelfs in het criminele circuit belanden. Familie en vrienden blijven daarbij ook niet altijd buiten schot. Matchfixing kan de veiligheid van de sporters en die van hun naasten bedreigen. Daarnaast is matchfixing altijd schadelijk voor de sport. Als één wedstrijd wordt gefixt, is een eerlijk verloop van de gehele competitie of het toernooi niet meer mogelijk. Het tast ook de geloofwaardigheid van de sport aan. Van fair play is geen sprake, waardoor sponsoren mogelijk afhaken en het publiek minder geïnteresseerd raakt. Het is niet gemakkelijk om matchfixing op te sporen en bewijslast te verzamelen. Bij matchfixing gaat het namelijk vaak om internationaal georganiseerde criminaliteit. Oké, we weten dat er sportwedstrijden worden gefixt, het ook in Nederland gebeurt met Nederlandse sporters en het zich niet beperkt tot één sport. Hoe kunnen we matchfixing tegengaan? Sportbonden en hun tuchtorganen, waaronder het instituut Sportrechtspraak, hebben wel regels die matchfixing te gerechtelijk strafbaar maken, maar beschikken niet over wettelijke opsporingsbevoegdheden en ontvangen beperkte informatie vanuit de opsporingsinstanties. De sport blijft dus pleiten voor meer en betere informatieoverdracht bij de opsporingsinstanties en de politiek. Hoewel georganiseerde misdaad zich niet zomaar laat tegenhouden, kunnen we wel zorgen voor preventieve maatregelen en goede ondersteuning. Iedereen heeft daarin een verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat de sportsector, de overheid en de opsporingsinstanties de gevaren van matchfixing op de agenda houden en dat we met elkaar het risico op matchfixing zo klein mogelijk houden. Dat doen we door samen te werken aan goede voorlichting, reglementen, opsporing en wetgeving als dat nodig is. En als het toch misgaat, zorgen voor goede ondersteuning om herhaling te voorkomen. Met andere woorden, het voorkomen en opsporen van matchfixing moet echt een prioriteit zijn en blijven. Zo beschermen wij onze sporters en garanderen we fair play en een zo veilig mogelijke sport.